Samen met Rob ben ik onderweg in de binnenstad. We staan hier voor de commanderie. Een oud kloostergebouw. Ooit zaten hier de Johannieters. Die gingen als kruisridders naar het Heilige Land om te strijden. En nu is het een bierbrouwerij, een restaurant. En hier gaan we bier proeven. Een hele andere beleving als 1200 jaar geleden. Nou, dat lijkt me heerlijk. Kom. Mooi. In de kelder van het historische pand vindt het brouwproces plaats. Bier. Sinds 1983 produceert deze kleine stadsbrouwerij een breed assortiment aan speciaalbieren. Het is een beetje het hart van de brouwerij. En het borrelen zie je dat het bier volop aan het giften is. En zo maken we door het jaar heen wel 20 verschillende soorten bier. Naast de brouwerij bevindt zich een klein museum. Maar ook een andere specialiteit van het huis te zien is. Bierazijn. Hier maak je azijn. Ja. En dat doe je door over houtkrullen het bier te laten circuleren. Op je houtkrullen leven bacteriën die het bier zuur maken. En zo verandert het bier in azijn. Een groot deel gebruiken we om mosterd te maken. Okay. Want we maken biermosterd. En die heet biermosterd omdat die van bierazijn gemaakt is. En dan mag een kleine proeverij natuurlijk niet ontbreken. Verschillende soorten mosterd. Ja, en de bier van links en rechts. De rode lief, de servijn en de white. We beginnen met een gouden liefje. Een gouden liefje, ja. Mooi. Heel fris. Ja, bijzonder biertje. Ja. Zacht. Zacht is hij, ja. Ja,